Sandwich spread. Oh! Pussy drag, kom op. Kijk dan, dat vinnetje zit er gewoon nog op. Niet lekker te sminkelen, hè? Michael. Jij moet dus helemaal weg. Hoezo? Omdat ik even alleen de intro ga doen. Nee. Ja. Ik ga alleen de intro. Welkom bij mijn video. Geef een like voor mij, niet voor Lars. Ja, maar dat is dus helemaal weg. Ja, ik wil ook. Ga nou weg allemaal. Hallo dames en heren van Goed Leven. Mijn naam is Lars en vandaag doen wij weer een leuke challenge. Die eigenlijk helemaal niet leuk is, maar jullie wel leuk vinden. Omdat wij ons ongemakkelijk gaan voelen. Dingen eten die we niet lekker vinden. En het is uiteindelijk heel erg kut is. Jawel. Wij doen raad niet de verkeerde ballon. Kies niet yes. Hey, vandaag hebben wij hier drie ballonnen. Waarom is praten zo moeilijk? Vandaag hebben wij hier drie ballonnen en in die drie ballonnen... Vandaag hebben wij hier drie ballonnen en in die drie ballonnen zit allemaal een briefje. We hebben er hier nog meer. De bedoeling is dat je zometeen een challenge gaat doen in het park. En de verliezer van de challenge, die moet een ballon kiezen. In sommige ballonnen zit wat lekkers, in sommige ballonnen zit wat kuts. En je moet het eten. En dat is uitgekozen door Nicole en Sabine. Maar er zit dus niet iets lekkers in. We hebben alleen vieze dingen of niks. Dankjewel. Maar, ik ben vandaag niet alleen. Jullie hebben zo een beetje op de achtergrond voorbij zien. Ik ben vandaag niet alleen. Jullie hebben ze op de achtergrond al een klein beetje voorbij zien lopen. Ik ben samen met Mike. Samen? Laat me nou mijn intro gewoon godverdomme. Ik ben samen met Mike, ik ben samen met Timo, met Wessel. We gaan even steenpapier schaar doen om te bepalen wie als eerst een challenge mag bedenken. Oké, jongens, kom aan die kant daar, allemaal. We gaan even steenpapier schaar doen. Iedereen mag één challenge verzinnen en krijgt dus ook één keer de kans om een challenge te verzinnen. Yes. Duidelijk. Ik heb nog een vraag. Wat? Ik snap het niet. Ja, krijgen we dan één keer de kans om een challenge te verzinnen en dan mag je ook maar echt één keer de challenge verzinnen. Ja. Jullie denken dat je grappig bent, hè? Steen, papier, schaar. Dit gaat niet zo goed. Steen, papier, schaar. Wij zijn, jullie hebben gewonnen, dus jullie moeten nu doen wie als eerst mag. Maar krijgen jullie dan ook meteen een ballon? Nee. Waarom niet? Omdat we eerst een challenge moeten doen. Maar dat het nieuws zijn. Ja, ik heb de keer gelijk. Altijd de kut video's, man. Stoppetje spelen, stoppetje spelen. Stoppetje spelen. Daar stoppetje spelen. Even stoppetje spelen. Oké, dus Wessel als eerste, Timo als tweede, Mike als derde en ik als vierde. Laten we gaan beginnen met challenge nummer 1. Oké, Wessel, jij mag beginnen. Wat is jouw challenge? Nou, gewoon heel simpel. Je pak je die basketbal, ja? Doe een 360, gelijk erin gooien. En degene die hem mist? Die heeft verloren. Oké, Wessel begint. Je moet hierop staan trouwens. Oké, okay, vet. 360, gooi. 360, gooi. Ah! Yes! Oké, okay, let op, hè. Nee, dat kan niet. Ja, je staat gewoon bijna stil. Je moet uit de 360 gooien. Jij deed echt dit. Even aftrekken en doe gooien. Toen staan. Gooi, sneller. Er is één iemand die hem heeft. Extra regel. Die mag bepalen wie de ballon moet poppen. Dat is wel een goeie, ja. Degene die het laatst boven die toren is daarboven. Wessel, sorry man, maar je bent wel als laatste. Was alleen één ding vergeten, hè? Lars die trok wel aan Wessels. Klopt dat Wessel dat hij aan je been trok? Nee. Zo, ik trok aan mijn piemel. Dus dan klopt dat Lars dan nu een hapje moet nemen. Ik zag het. Je zei die challenge, ik deed niks. Sorry man, maar... Dus ik verlies nu, of we moeten allebei? Nee, 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 jij verliest. Top, nou, geel voor de Sinister Dip Squad. Oké, okay, wat zit erin? Sandwich spread. Oh, nee! Wat is er, hou je daar niet van? Nee, dat is toch niet lekker met de lepel? Pussy drag, kom op. Okay. Hop. Lekker. Kietel jij ook. Je vorm is schoon. Is lekker. Schoon. Ja, dat vind ik ook. Ja, dit vind je vies, hè? Hij is net al zo. Nee. En nou gewoon. Dat is eigenlijk wel prima. Nee, ik vind het niet lekker. Dit was niet lekker. Deze ballonnen gaan in de tas. Zo, je kunt er blijven staan. Nee, die gaan in de tas. Wie zijn video is dit nou? Timo! Ik heb al wat bedacht. Vertel. We gaan springtouwen. Springtouwen? Ja, die dames draaien, want dan is het eerder. Nicole heeft echt het ritmegevoel van een pareldanser. Sabine kan het gelukkig wel. Go! Nee. Vijf, maar! Nee, 4, want de 5 daalde je niet. Oké, Mike. Go. 13, 14, 16, 17, 18, 19. Ja, dat was 18. Ik moet er nu minimaal 4 halen. En nu. 8, 10, 11, 14. Sabine en ik hebben gewoon een beetje een band. Wessel, je moet er nu in ieder geval meer dan 4 halen, dan heb je Timo verloren. Ja. 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 Als ik eruit was geweest, dan zeker
genaaid. 100%. Ja, maar Wessel mag nog een keer. Yeah. You can choose the balloon. Wij zijn Wessel. Alright, nou de sandwich spread wordt het in ieder geval niet, Timo. Ik ga voor de orange. Het zou raar zijn als je dit niet zou doen. Wij hebben gewoon kapot, man. Bam! Bam! Ik zag me dood, man. Bam! We are going on the... Baby eten. Ja, voor de mensen die het niet weten, de video staat denk ik nog niet online, maar Timo heeft een dag lang babyvoedsel gegeten. Dit is ook nog die lekkere, die vond ik lekker. Bloemkool. Oh nee, die niet. Linkers cap. Het smaakt niet naar iets of zo. Nog een keer? Yes. Lekker ook, man. Het is gewoon een hongerige baby. Het is gewoon lekker. Die hele potje leeg. Ja, het proeft naar niks. Ja, dan moet je dus nog een extra ballon, man. Ja, vind ik ook. Maar dat was ook... Ja, niet! Je moest iets vies eten, toch? Dat was ja, ding. Niet. Goed, jongens, we gaan door naar de derde challenge. En die wordt bedacht door de one and only, Mike van Veen. We gaan een palmflip tegen de muur. Ja? Alleen wel vanaf je knieën. Hey. Ik heb last van. Easy Gimma. Ja, yeah, whose problem is that? Hey, weet je welk liedje hier goed van past, dames en heren? Jack van Gelder! We are going on a summer holiday. Okay. Even belangrijke informatie, je hoeft hem niet te landen. Mooi op! Hey Wessel, waar is je haar nou in, ja, man? Niet echt. Nog steeds. Ik kan dit denk ik ook wel. Kijk, maar stel je voor iedereen doet hem, dan gaat het om wie het mooiste heeft geland. En jij bent nu de minst mooie. Nee, dan moet ik een nieuwe bedenken. Nee, zeker niet. Nee. Ja, ik heb nog een poging, toch? Nee, zeker niet. Je had één poging. Ik kan dit denk ik ook wel. Dit was zeker minder mooi, ja. Ik heb dus net op mijn knie gevallen. Ja, ik hoop dat je flink verseerd hebt. Wahed! Oh, nou! Arco! Yes, Timo mag de volgende ballon kiezen. Oké, okay, jongens, dit is weer het perfecte moment voor een liedje. In 3, 2, check man. Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Komt ie, welke zou ik doen? Ga ik die doen? Ga ik die doen? Ga ik die doen? Bam! Wow, dat was gewoon een trackshot. Slow-mo replay. Geprankt. Hoeft niks. No! Oh, hey! Prank! Hou van prank! Nou, dit is wel fan, hè? Goed, we gaan naar de laatste challenge, die is van mij. En dat is natuurlijk niet het einde van deze video. Want op het einde van deze video krijgt iedereen nog de overige ballonnen. Mag je kiezen. En dan hebben we natuurlijk gewoon een leuke finale ronde. Maar eerst mijn challenge. Is het start. Oké, okay, wij doen een challenge. Is vrij simpel. Dat is serieus een flesje met pissen. Geen grap. Maar luister, we gaan zo meteen vanaf deze trampoline op deze ramp springen. Degene die er als laatst niet op blijft staan, die is Lullo. We are going on a summer holiday. Nou. Ik heb hem niet. Oké, okay, Wessel. Jezus, was dat zo makkelijk? Ja, sorry, ik ben gewoon hartstikke goed. Oké, okay, Timo. Oké, okay, Mike. Nee! Lars, je bent echt panden slecht. Yes! Lekker! Eigen fucking video. Lars, je mag een ballonnetje pakken. Ik hoop zo dat ik geprankt heb. Ja, ik ga Timo nadoen. Dat kan je niet. Nee, dat wordt hem dus niet. Wat moeten we eten? Wacht even hoor. Toch die tafel aan het vrijmaken zijn. Citroen! Yes. Oh, genaaid! Gadverdamme, wat ziet dit er ook uit? Dikkie. Wat is dit? Alsjeblieft. Dit is geconfeite citroen. Moet je dit met schil eten? Kan gewoon. Kan wel? Ja. Je moet toch dood hebben? Je moet toch de binnenkant eruit happen? How is smaking, boy? Ik wil ook wel een keer. Nee, dit is echt serieus, echt niet. Dit is niet gewoon citroen, hè? Weet je waar serieus dit naar smaakt? Dit is gewoon een augurk, maar dan als citroen. Ja, de. Jeetje. En dan noemen ze mij dom, hè? Dit wist ik wel. Dit wist jij. Ja? Dat is echt niet lekker. Ja. Timo! Ja. Oh. Ja. Nou, ik zei toch dat het niet lekker was? Even babyvoeding eten, denk ik. Oké, okay, jongens, kom erbij. Finale. Oké, okay, de finale is heel simpel. Iedereen pakt zijn eigen ballon. En wat erin zit, eet je op. 3, 2, 1. Nou, top, oké. Okay. Ik kan wel zeggen, één iemand. Eén iemand heeft mazzel. Champion. Champion. Oh, gelukkig. You like champion? Give it to me. Give me the raw champion. Met mes, of niet? Jawel, ga niet schoonmaken. Lekker. Ben je poep? Kan je dit rauw eten? Ik ga helemaal dood.
Wessel. Haring! Oh, hij heeft toch niet geprankt. Ik vind dat toevallig niet zo heel lekker. Ja, ik hou niet van vis. Oh, best wel man, haringsap op de grond. Dit is echt het ergste wat ik had gebeuren. Ook op mijn trui. Ja, maar je mag een stukje eruit pakken, je hoeft niet helemaal. Nee, gewoon één hapje. Het is gewoon een dode vis, hè? Er zit een bordje in. En dan noemen ze mij dom, hè? Timo, wat zei jij? Er zit een bordje in. Kijk dan, dat vinnetje zit er gewoon nog op. Dat vinnetje! Ik vind er één van deze twee is van... Die lekker te sminkelen, hè? Ja, doorslikken. Slik het door. Slik het door. Kauwen, hup, slikken. Je hou je zakje maar. Hij heeft echt een kopje. Ja, ik heb hem. Ben ik? Timo heeft hem. Nee, je hebt me niet weer geprankt, hè? Ik ben veilig! Timo, kom eens, wat staat erop? Je bent veilig. Nee, kom eens laten zien. Laat de briefjes zien. Je bent lelijk. Deze man heeft gewoon twee keer gelukt. Alleen bekervoeding gekregen en dat vond hij nog lekker. Oh, en dat... Nou, wat zal ik dan krijgen? Het laatste wat er nog niet in is. In mijn mondje is geweest. Kaasjes. Dat vinden jullie het ergste? Ja, maar ik wist dat Lars het niet lekker zou vinden en Lars heeft het. Gast, ik heb een fucking dode vis lopen vreten. Ja, doorslikken. Oh, nee. Ja, ik ga hem ook niet helemaal opeten, verkoop. We are going on a... Ja, dat is in mijn hoofd, hè. Shout-out naar Jack van Gelder als je dit ziet, Jack. Vind je een lieve man. Oké, yes, we're going. Honey pizza. Wat ben jij jankert, jongen? Met een ratten op zo, man. Even af. Ik heb wel proef die shit. Komt er net niet uit. Leuk ook. Dat komt op je neus. Het is kaas. Dat is heel vies. We hebben nog één ballon. Nee, doe je Timo? Nee, jij doe je Timo. Moet je nog een knife? Doe het niet. Neem die blauwe ballon. Nee. Als je een echte man bent, best wel neemt hem. Lekker zelf lezen. Mag ik van jou 50 euro? Oh, dan ben ik gewoon uit. Nou, dames en heren, dit was dan weer de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. We hebben vieze dingen gegeten. En misschien lijkt het voor jullie niet zo ranzig, maar de dames hebben wel dingen uitgekozen die wij eigenlijk heel erg vies vonden. Vond je deze video nou leuk? Geef me een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg! Oh, zit er wat in? Moet je dat ook opeten of niet? Zit een kaartje moet je de ballon opeten? Zit een kaartje in.